like him big. I like him lumpy. I like him round. With something, something. Mijn stem is cool. Ik zing zo funk. Michael. De rij bij. Welkom in de rij bij Dutch Comic Con. We zijn vandaag voor de tweede keer. En dit keer hebben we een speciale aflevering, want we gaan naar binnen. Heb je er zin in, Rob? Ja, onwijs veel zin in. Zie je binnen. Ik sta hier in de rij bij. Russell. Als wat ben je verkleed? Ik ben als Bumblebee, als Transformer. Ik ben als Yondu van Guardians of the Galaxy. Het is een van mijn favoriete karakters. Ja, ik ben als Flower Haneo Koizumi. En waar is dat van? Van Love Live. Wat moet ik me daar precies bij inbeelden? Wat is dat? Het is eigenlijk gewoon een anime over een groep van idols die dan bij elkaar komt. En dan willen ze hun school redden die op het punt staat om te sluiten. Je viel ons gelijk op, we moesten erg lachen. Als wat ben jij verkleed? Ik ben eigenlijk als mezelf verkleed, maar dan in de Sims. Dus eigenlijk ben ik juist niet gekleed. Als wat ben je vorig jaar gegaan dan? Vorig jaar eigenlijk hetzelfde. Om eerlijk te zijn, het is niet zo'n heel groot budget cosplay. Dus ja, ga ik gewoon nog een keer. En nu is het warmer. Ik ben Omi. Ik ben een moment cosplayer van Boku no Hero Academia. Ja. En ik ben hier omdat ik vind de con heel leuk. En je vindt hier ook mensen waar je gewoon fatsoenlijk mee kan praten. Die ook net zoals jij zijn, zeg maar. Persoonlijk ben ik hier gewoon echt gewoon puur om heel veel vrienden te maken. Ik heb bijvoorbeeld haar nog nooit gezien. En, ik zie dus vandaag voor het eerst. Ja, ik weet wel waar ze vandaan komt volgens mij. Ja, nou iedereen die woont ergens anders. Ik woon bijvoorbeeld in Groningen en zij wonen in Brabant en in Limburg. Dus iedereen komt overal vandaan. Wat hij zegt. Hey Reef! Als wat ben jij verkleed? Ik ben het menselijk gastenboek. Dus iedereen die ik interview die mag altijd mijn shirt schrijven. En dat gaat wel lekker, kijk. Dus menselijk gastenboek, creatief. Ik ben als Bloodelf verkleed van World of Warcraft. Ja, super. Ja, dat viel me op inderdaad. Ik heb vroeger ook veel World of Warcraft gespeeld. Ben je een groot fan van World of Warcraft? Ja, tuurlijk. Ik doe niks anders. Ik ben vorig jaar november begonnen met Halloween. En toen heb ik het stilgelegen dat ik vorige maand terecht kwam dat dit bestond. Wist ik nog niet eens. Zou ik zoiets van, dat doe ik gewoon. Hé, jij staat hier op blote voeten. Ja, klopt. Ik ben een engel cosplay. Ik heb ook een demon bij me. Die loopt alleen nu ergens anders op de con rond. Ik ben als Ciel Phantom Hive en dit is mijn partner in de serie. Hallo, wie is Trentu? En ja. Welke serie is het? Black Butler. Hebben jullie dit zelf gemaakt, deze kostuums? Ik heb het wel zelf gemaakt en zij heeft een makkelijke optie gekozen om het lekker te kopen. Ik heb hem gewoon gekocht. Daar is hij weer, jongens en meisjes, wie allemaal kijkt, van de vorige aflevering, Doctor Strange. Ja, dat klopt. Ik ben dezelfde. Ja, je bent een kopie. Dat kan ook. Ben je al langs de standjes geweest hier met alle memorabilia en posters, gekkigheid? Ja. Alles al doorgelopen, alles al uitgekeken. Heel veel volk, ja. Maar toch gelukt. Het is een hoop lopen hoor, op zo'n dag. Amai. Jij komt zo blij aangelopen? Ja, ik heb het gevonden. Kingdom Hearts manga. Het is alleen echt tof is duur. Oh, is dat limited of zo? Nee, ja, maar het is zeg maar, het is één verhaal, maar het is gelijk 6 boeken. Maar je bent in ieder geval blij dat ik het gezien heb. Blij dat ik het gezien heb. En dan nu janken. Nu wachten tot volgende. Cool kids, make some money, buy manga. Hey, daar, hier, Kingdom Hearts. Ik ben verkleed als Sora van het videospel Kingdom Hearts. Ik ben Shion uit Kingdom Hearts. Roxas uit Kingdom Hearts. En ik Axel uit Kingdom Hearts. Ik heb net al gesproken met Roxas, Shion en Axel. Oh, die zorg ik nog. Wat vinden jullie zo vet aan Kingdom Hearts? Nou ja, het spel speel ik eigenlijk al vanaf dat deel 2 uit is gekomen. Ja. Over het algemeen de karakters toch wel. Wat hopen jullie wat de toekomst gaat brengen voor Kingdom Hearts? Nou, dat we niet zo lang meer hoeven te wachten op het vervolgdeel. Nee, precies. Ja. May your heart be your guiding key. Yes, get it memorized. Vind jij het nou ook mooi? Dan moet je lekker, dan moet je subscriben, joh, beneden. Ja toch? En kom hier, ook alle schiphelden, allemaal gekkigheid, hier gaat niet met in beeld staan. En dan moet ik kijken, joh. Dat is allemaal gekkigheid. Kijk, zoek hier, moet ik iemand, die is verkleed, die is verkleed. En waar hij is vandaan, joh. Ik vind, hij verziet het niet, dat verzie je niet. Ik vind het ook leuk, verkleed. Volgend jaar is het gewoon weer, en dan kan je gewoon aanmelden, dan kan je een ticketje halen. En dan verkleed je gewoon als, hoe heet die, anime, Pokémon. Zijn met heel veel mensen bij elkaar verzameld, waarom is dat?
We hebben een Boku no Hero meeting, een anime serie. En dan vonden we het leuk om foto's te maken met elkaar. Ik ben een second gen karakter, dus in de serie besta ik niet. Oké, maar is het dan zo dat hij wel al in de manga is of zo? Of is het gewoon, het is echt gewoon een soort bedacht? Zelf bedacht. Het is een beetje, dat is dan de fandom. Dus de mensen die de serie leuk vinden, dan vinden ze het leuk om mensen die een koppel zijn. En dan te zeggen van als zij een kind zouden krijgen, zou het zo eruit zien. Ik heb een nieuwe zoektocht voor mezelf bedacht. Ik wil een Rick and Morty vinden vandaag. Dus ik zou echt heel gelukkig worden al vind ik een Rick and Morty. Kijk, Niels is er mee eens. Dus ga je mee? We gaan zoeken naar Rick and Morty. Wat? Mag ik iets vragen? Hey Rick, waar is je Morty? Hey, dat weet je, ben ik verloren. Ik ben daar echt op zoek, maar ik heb wel mijn Pickle Rick gevonden. Hey, Pickle Rick. Maar ik ben nog steeds Pickle Rick. Morty. Waarom ben je zo fan van Rick and Morty? Is dat het? Ik vind het een hele grappige serie. Het slaat nergens op, maar stiekem is het ook best wel duister. Oh, Morty! Where is my spaceship? Ah, I can't find it anywhere! Have you seen it, Morty? I don't know. I don't know! Dit is mijn broer. En die heeft mij een beetje aangestoken. Dus vorig jaar was ik hier ook. En dit jaar ben ik ook weer meegegaan, maar mijn broer die gaat wel vaker. Ik doe het nu al zo'n 2,5 jaar en ik vind het steeds leuker worden. Gewoon iets maken, iets neerzetten, juist een beetje out of the ordinary. Ik vind het geweldig. Wat heb je bij je? Ik heb een Mr. Mystics bij me en dit zijn poppetjes, die zijn heel nuttig. Je kunt ze oproepen en dan hebben ze één taak en één doel en daarna poef, zijn ze weg. Zo Dave, wat vond je van mijn Rick? Ja, goeie Rick, goeie Rick. Ja, het is goed, maar ik heb nog geen Morty, dus tot die tijd... Het is toch zoeken naar Morty? Ja, ik heb wel... Mag ik de mic? Hallo, mag ik ook de mic? Mag ik alsjeblieft ook de mic? Ik ben aan het zoeken naar Morty. Ga ik ondertussen lullen. Ik heb wel een knuffel van Morty gevonden, maar ik heb net niet genoeg geld. Maar als ik het echt niet lukt, ja, dan moet ik die knuffel meenemen. Dan hoop ik dat we nog een Morty vinden. Ik ook. Want dan kan ik gewoon naar huis met het tv. Guys, Kung Fury. Nee, we staan hier met niemand minder dan... Kung Fury. Kijk eens aan, ja. Ja, wat vind jij van Kung Fury? Nee, ja, wij zijn het al heel lang fan van Kung Fury. Hoe ben jij in aanraking gekomen met Kung Fury? Mijn vriendin vond een keer die video op YouTube. En we hebben toen samen gekeken. En ja, dat was wel cool. Dus ik dacht van, dat is wel een grappig personage. Misschien leuk een keer met dit cosplayen. En ja, dat doe ik nu eens eigenlijk. Ja, en wat vind je een grappige scène? Misschien een scène waarin hij echt een legioen aan nazi's afslacht. Sounds better. Sounds better. We thuis bouwen. Een mooi ship. Altijd alles willen weten hoe je de Millennium Falcon maakt. Okay. We hebben al heel veel Ricks gevonden, maar nog geen Morty's. Nee, ik ben er zoveel aan je tegengekomen. Er is helemaal niks. Heb je nog geen Morty ook? Nee, ik ben hem nog steeds kwijt. Ja, dat is lastig. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Morty. Ik vind het fantastisch om te doen. Ook steeds harder. Kijk hoe hard ik durf, zeg maar. Hoe hard durf jij dit? Morty. Niet harder? Ik kan niet harder. Morty. Alleen maar Disney hier, toch? Ik zit even te kijken of er nog eentje bij zit die we nog niet hebben, maar... Wordt lastig. Hoe gek zijn jullie van Disney? Hoe gek. Omdat het gewoon een mooi product is. Ja. Voor jong en oud. Dat is ook zo. Is ook zo. Of van kinds af aan fan? Van kinds af aan. Dag Anna en Elsa, waar is Olaf? Olaf die mocht niet mee, want het is veel te warm hier. Ja, het smelt hier. En hij is best wel ondeugend. Oh, dus oké. Ja, dat is gevaarlijk hier. Nou, dan ben ik Olaf vandaag. Dus oh! Like... Hello, I am Olaf and I like warm hugs! Yeah! Yay! Kan je het al een beetje laten gaan of... Ja, ik ben maar gewoon hierheen gegaan en daarna heb ik het allemaal laten gaan. Heb jij Droomprins al gevonden? Nou, ik hoor net dat Prins Hans bij de ingang is, dus daar gaan wij naartoe. Wie ben je en als wie je even kleed? Ik ben Cindy en ik ben verkleed als Ariel uit het kleine Zimmerman. Kan je ook zo mooi zingen als Ariel? Absoluut niet. Of heeft Ursula je stem afgepakt? Laten we het daar maar ophouden. Oké. Okay. Waarom Doornroosje? Al die kinderen hier, het is zo leuk. Iedereen komt naar je toe rennen. Oh, Doornroosje. Ja. En ja, het is zo leuk. Het is echt... Ja. Ja. Ik hoorde ook dat jij ook al voor iemand anders werd aangenomen vandaag. Ja, Princess Peach van Mario, ja. Enigszins terecht of... Nou ja, roze. Ik bedoel, ja... En Dave, heb je Morty al gevonden? Ik heb nog geen Morty gevonden, maar ik heb wel de commentwinnaar van vorige video gevonden.
En die staat namelijk hieronder en die krijgt van ons dit shirt. Oh, wat nice. Wat moet je doen om zo'n shirt te winnen? De leukste, grappigste, meest gevatte commenten achterlaten. En dan kan dat op Facebook, YouTube, Instagram. Maakt niet uit. Oké, uit. Ik ga meedoen. Want als wat ben je verkleed? Laten we daar beginnen. Oké, als eerste, cosplayers gebruiken vaak niet de term verkleed. Want verkleed klinkt een beetje kinderachtig. Sommige mensen vinden het gewoon heel fijn om het cosplay te noemen. Zodat het minder kinderlijk misschien klinkt. Maar het is gewoon maar wat je het zelf noemt. In mij maakt het niet zo heel veel uit als je zegt, maar je bent ja, toch wel een beetje verkleed. Maar ik snap ook wel dat mensen daar zoiets van hebben van, ja, ik ben een cosplayer. Both is fine, tomato, tomorrow. Oké, top. Je kan natuurlijk de power level zien van de mensen hier. Weet je toevallig de power level van Goku? Van Goku? It's over 9000. Ja. Wie sta ik hier weer? Laat ik daar beginnen. Ik ben de sorceress van He-Man en de Masters of the Universe. En wie heb je hier naast je staan? Skeletor. 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 He-Man is er ook bij. He-Man himself. Ja. Not that muscle-bound baboon. No. Hallootjes. Hallo. Ze houdt je schild even vast. Ja, zeker. Nee. He-Man moet ook plassen. Hey, Maxi, je hebt geen zwaard bij hem. Nee, helaas. Waarom niet? Mag niet, hè. Mag niet. Wat vind je ervan? Ja, jammer. Maar ja, begrijpelijk. Maar jammer. Ik snap het wel. Ik snap wel voor respect voor de mensen die overleden dat niet echt respectvol is om dan met wapens naar binnen te gaan als plezier zijn. Nee. Ik vind het helemaal logisch. Ja. Nou ja, op zich, het is een hele goede regel, maar ze hadden te weinig gecommuniceerd, vind ik. Okay. Want ze zeiden je mag niks meenemen en toen was het 24 uur stil. Okay. Nou ben ik ook wel eens in Amerika naar de Comic-Con geweest, maar het is niet zo geweldig als de Dutch Comic-Con in Holland. People are amazing, just great. Check it out. Hallo. Mag ik u wat vragen? Ja, je mag mij altijd wat vragen, ja. Wat ziet u er prachtig uit? Ja, dankjewel. Geweldig, kunt u zich voorstellen? Natuurlijk kan ik me voorstellen. Oh, hallo. Ja. Je hebt nog mensen meegenomen. Ja, ik heb wat mensen meegenomen, een hele groep mensen. Dat is leuk, hallo mensen thuis. Hallo, nou ik ben dus Albus, hè. Ja. Albus Pergamentus, of als je dat in het Engels zegt, Albus Dumbledore. Kijk eens aan, en ik zag nu net ook een van uw leerlingen, zag ik hier op het podium staan. Ja, dat kan. We hebben heel zeer getalenteerde leerlingen. Die staan vaak op podia natuurlijk, ja. Heeft u nog eens te zeggen tegen de mensen thuis die misschien volgend jaar ook willen komen? Doe wat je wil. Kom als wie je bent. Don't worry. Wees creatief. Tja, het is gewoon, je kan hier gewoon zijn hoe je wilt. Je loopt er nooit idioot genoeg bij. En nooit vergeten dat de liefde de sterkste magie is die er is. Als je magie wil bedrijven, bedrijf dan de liefde. Ja, dat was hem weer, vanaf de Dutch Comic Con. Hey, heb je hem nog gevonden, Mordy? Nee, ik heb maar gewoon een mok gekocht, want ik kwam hem niet tegen. Laat zien. Ja, die zie je nu in beeld. Oh, Get Swifty. Ja, Get Swifty. Hey, wat vonden we ervan? Ja, mooie dag, man. Je kijkt je ogen uit, prachtige mensen. Prachtige mensen, indeed. Hey, volgend jaar zijn we nog gewoon weer lekker bij. Woe! See you. Subscribe. Ik vind het een beetje een intiem plekje worden, waar die nou aan het tekenen is. Sorry. Het komt een beetje dichtbij. Oh.